In de oefening als 1 moeten we in deze cel, in C1, ja tonen als de waarde in de cel A1 5 is en anders tonen we nee. De manier dat we dat gaan doen is aan de hand van de als-functie. Dus we gaan iets berekenen aan de hand van de als-functie. Dus ik typ is gelijk aan als. Haakje open. En nu verwacht die functie dus 3 dingen. Het eerste argument is de logische test. En dat duidt aan welke controle dat we willen gaan maken. En dat is hetgeen dat eigenlijk in B staat. Welke controle gaan we maken? Wel, we moeten gaan zien of dat A1 gelijk is aan 5. Dus we gaan de cel A1 gebruiken. En we moeten gaan zien of dat die gelijk is aan 5. Dus deze is hier. Als die in de als-functie wordt gebruikt, dan gaat die eigenlijk een controle doen. Die gaat controleren, is dit gelijk aan de waarde dat we hier typen? En dat betekent in dit geval, is dat gelijk aan 5? Hè? Is de waarde dat in A1 staat, dus deze getal, is dat gelijk aan, dat is de controle dat we doen, is dat gelijk aan 5? Dat is ons eerste argument. Hè. Dat is de controle dat we gaan doen. De logische test. Dan het tweede argument. De waarde als waar. Welke waarde gaan we uit deze berekening teruggeven als deze controle waar is? En in dit geval is dat de tekst ja. Dus ik typ een aanhalingsteek open. Ja. En terug toe. En nu gaan we de tekst ja teruggeven. Dan doe ik een punt komma voor het derde argument en dat is de waarde als onwaar. Dus als onze controle niet werkt, als die niet juist is, stel hier zou 4 in staan of een ander getal, dan komen we in het derde argument terecht. Dat is dan hetgeen dat gaat worden teruggegeven uit deze berekening. En dat is nee. Als ik dan nu op enter druk, dan wordt die berekening uitgevoerd. Dus hij gaat controleren, wat is de waarde van A? Is dat gelijk aan 5? Hetgeen dat we hier hebben ingesteld. Dan wordt er ja getoond. En dat klopt, want dat is dus 5, dus hij toont hier ja. Maar als ik dat getal nu verander naar iets anders, 4, enter, dan is dat niet meer gelijk. Die controle die klopt niet meer, want hier staat er eigenlijk 4. Dat is dus niet gelijk aan 5. En dan tonen we het derde argument. Het toont dus nee. De tweede rij, hetgeen dat we hier moeten doen, is eigenlijk ongeveer hetzelfde. Maar we gaan niet controleren of iets gelijk is, maar of iets kleiner is. Dus we beginnen weer al. Is gelijk aan als, hetzelfde. Maar wat gaan we nu controleren? Is A2 kleiner dan 3? Dus als A2, typen hier A2, de waarde van deze cel... Als dat kleiner is, dus ik typ hier kleiner, dat is de controle dat we gaan doen, is A2 kleiner dan wat? Dan 3. Dus ik typ hier 3. Dus we gaan controleren, is de waarde dat in A2 zit, dat is nu toevallig 6, is dat kleiner dan 3? Zo ja, dat is hetgeen dat we in het tweede argument typen, wat gaan we teruggeven uit deze berekening? Als de controle waar is, dan is dat weer ja dat we tonen. En anders is het weer nee dat we tonen. Ik druk op enter. En we zien A2 is niet kleiner dan 3. Er wordt hier nee getoond. En dat klopt, want A3 is groter dan 3. Als ik dit nu verander naar iets kleiner dan 3, 1 bijvoorbeeld, dan wordt dat weer gecontroleerd. Is A2... Dat is nu 1. Is dat kleiner dan 3? Ja. Dus dan tonen we het tweede argument. Het tweede deel. En dat is ja. Dus voor de duidelijkheid nog eens. Die delen, die argumenten. Dit argument en dit argument. Die worden gescheiden door een punt, komma. Dat is heel belangrijk. Dat mag geen ander teken zijn. Anders gaat dat niet werken. In totaal voor de als-functie moet je dus 1... 2, 3 argumenten hebben.